Hey Kasim, goedenavond. Ik heb net je vlog even bekeken. En ik zal eerst terugkomen op de wedstrijd tegen Amerika, Horst-Amerika. Ja, dat was een nipte overwinning voor ons. Wel een ronde verder in de beker. Dat is de doelstelling die we bereikt hebben. 3-2 overwinning. En ja, we hebben thuis nog altijd de ongeslagen status. Dus ik denk dat we die ook zo gaan houden en moeten houden dit seizoen en in de beker. Ja, ik denk ook als ons thuispubliek er zich achter gaat zetten, dat is net de 12e man. En dan win je zulke wedstrijden. En ja, een ronde verder, dus doelstelling bereikt. Wat betreft het Venlo zelf al, ja, ik denk wel dat je Hofstede. Ami, die jongens, daar heb ik vroeger mee gevoetbald. In mijn beginjaren bij VVV. Ik denk dat je die er sowieso kan bij hebben. En ja, of ik erbij moet zijn, ja, dat laat ik over aan de publieke opinie. Dus daar ga ik zelf niks over zeggen. Het zou wel leuk zijn als ik erbij zit. Maar ik heb verder nog wel een naam. En dat is Roy Geraerts, de linksback bij ons. Hè. Dat is een jongen met. Veel drang naar voren, die verdedigend zijn werk doet, nooit verzaakt, altijd op de training aanwezig is, af en toe niet. Dat zal hij zelf wel kunnen beamen. Maar ja, dat zou wel een aanwinst zijn voor het Venlo's elftal. Dus ik denk dat de selectie dan van het Venlo's elftal zo aardig, een stuk aardig op weg komt. Ik weet überhaupt niet of jij het wel ziet zitten of ik bij dat Venlo zelf al kom. Dus die vraag die stel ik aan jou. Wat denk jij ervan? Ik hoor het graag. Aflevering 12 van Voetbalroute, de dag van Feyenoord VVV, hebben we hier aan tafel Wiel Theeuwe, 12 jaar lang technisch manager geweest van VVV. Welkom Wiel, leuk dat je er bent. En ja Wiel, je zal er zelf niet veel over zeggen, maar je bent eigenlijk de man die ervoor gezorgd heeft dat de huidige technisch manager terug in de koel is, Stan Valks. Ja, VVV stond gisteren in de krant nog, heb je het gelezen, het stukje? Jazeker. Dat klopt wel wat erin staat, hè? Ja, ik denk wel dat hij een goed verslag heeft gemaakt. Ja. Valkenstein is een succesformule. Absoluut. Ja. Ja. Een andere trainer in de amateurs is Tim Nabbe, HBSV. En ja, goed, over die vlog van Ken, daar kom ik zo even op terug. Ik zal eerst even de onverkiesbare Hai Jansen hier introduceren. Of is dat onzin? Ik hoor dat je op nummer 15 staat op de lijst van de PvdA. Je hebt volgens mij hele slechte bronnen, dat blijkt. Ja, ik weer. Niet. Ik heb dat maar gehoord van onze regisseur. Slechte bronnen dus. Oké. Okay. Nee, ik sta op plek 10. En die had weer een goede bron. Sorry. De realiteit is dat ik op plek 10 of op plek 9 sta. Dat wordt door de ledenvergadering nog bekrachtigd. Maar ik zit al heel lang in de politiek, dus ik heb afstand willen doen. Of schoon mij de laatste weken gevraagd is, de laatste maanden, dat Erwin Boman toch niet door wil gaan. Dus ik heb een beetje op twijfel gestaan, wel of niet. Dus het maakt me niet zoveel uit. Of weer terug in de politiek, of niet. Het niet meer terugkomen in de politiek mag wel na 18 jaar. Ik zit 18 jaar in de gemeenteraad en dat is wel lang. Maar ik ben wel een van de weinige mensen uit Blerik. We hebben bijna geen mensen uit Blerik op die lijstje staan. En dat vind ik wel een grof schandaal. Dat politieke partijen zich daar niet. Dat ze niet zorgen dat er mensen uit een gedeelte van Venlo waar het slecht gaat, niet voldoende mensen hebben staan, laat ik het zo zeggen. We hebben het er net over gehad, oude rotten moeten erin blijven, zeg jij. Ja, natuurlijk. Daar moet je zeker niet vertrekken. Als jij de enige uit Blerik bent, de vertegenwoordiger. Dan zit je er 4 jaar of 18 jaar. Juist met 18 jaar ervaring moet je Blerik vertegenwoordigen. Ja, dan zeker dat het een slechte situatie op dit moment is. Maar dat is ook een duo, of dat is ook waar ik in zit. Hè. De spagaat van moet ik dat wel doen of moet ik kijken naar mezelf of wil ik toch wel kijken van. Als anderen dat niet willen, dus ze kiezen voor jou, dan zal het publiek toch stemmen op jou. Nee, dat is ook zo. We gaan even naar Hout-Blerik, want dat is toch eigenlijk wel een dorp apart, hè? Blerik en Hout-Blerik, dat is nooit zo'n zo'n match, hè? Ja, als je in de voetballerij kijkt, dan is dat natuurlijk altijd een iets. Hout-Blerik was altijd de club waar iedereen heen ging en waar weinig allochtonen speelden. En bij Blerik en VCH was een beetje de club die alles opvingen.
En Vellesse Boys, HBSV was daar een beetje een buitenbeentje in. Ik noem Vellesse Boys, maar die zit... Ja, daar is hij ook nog van Vellesse Boys. Ja. En wellicht is de toekomst hoofdtrainer van Vellesse Boys. Maar waar ik eerst even op terug wil komen is, wie is Roy Gerards? Is onze linksback. Ik denk dat er niet heel veel mensen in het Venlo's daarover gehoord hebben, over Roy Gerards. Maar wat Ken ook in zijn vlog aangeeft, een speler met diepgang, wil hem te winnen, zit een goede kop op. En als je dan echt naar het Venlo's elftal gaat kijken, ja, wat is nog een goede linksback op vandaag? Stevie Atu. Ja, ik weet niet waar die nu... Wittors, zou Roy Gerards in de eerste klas kunnen voetballen? Ik kan makkelijk mee in de derde. En dan, ja, okay. is het de stap eerst naar de tweede klasse. En ik weet dat die stap al vrij hoog is. Van de derde naar de tweede. Als je dan ziet bij een Venlose Boys, waar ook een speler van HBSV naartoe is gegaan. Van Nienhuis. Die speelde toen, een jaar daarvoor, bij HBSV dan in de vierde klas niet. En die gaan dan in een goed elftal, kan die makkelijk mee. Dan denk ik dat Roy Gerards ook zeker een tweede klasse makkelijk aan kan. Eerste klas, ja, weet niet, durf ik niet te zeggen. Wiel, wij hebben als Venlo's elftal een leven geroepen. Ja. We hebben het er vaker over gehad. Hè? Ja. Er zijn nog ook wat oud-corypheeën die roepen van waarom wordt er niet gescout in de regio en waarom worden er geen amateurvoetballers naar VVV gehaald? Die kunnen het niveau makkelijk aan. Ja, ik denk dan zelf van, nou, dan vergis je een beetje. Omdat die handelingssnelheid vele malen hoger ligt en dat ja, uitzonderingen bevestigen de regel. Ahmed Ami is een keer op 18-jarige leeftijd naar VVV gegaan. Hoe kijk jij daar tegenaan? Als je het hebt over amateurvoetballers in de regio die de stap naar VVV zouden kunnen / moeten maken, volgens? Ik denk dat die heel erg moeilijk is. Dat lijkt allemaal heel eenvoudig. En als je het niveau ziet van de amateurs, dan vind ik dat diep treurig. Mm-hmm. Het is zelfs zo treurig dat ik niet meer ga kijken. Mm-hmm. Het is gewoon, ik kan ook liever naar een training van een BVO kijken, als naar een wedstrijd bij de amateurs. Zo slecht is het. En daar kunnen talenten tussen zitten. Maar die komen vanzelf bovendrijven. En daar hoef je niet veel aandacht aan te besteden. Dat zijn uitzonderingen. En talenten, die laadbloeiers, die zijn er. Maar het is echt een incident. Ja. In het Westen heb je hier wat meer. Dicht bevolkt, denk ik. Maar daar heb je wat meer als hier. Hier zie je bijna geen laadbloeiers. Toen tot tijd is dat een keertje geweest, Mark Menten bijvoorbeeld. Ja, he, dat was een jaar tijd was dat. Ja, een laadbloeier. En nooit gespijt van gehad. Maar er zijn dus mensen hier die denken als ze in een amateurclub iets presteren of boven de anderen uitschieten in het scoren of in het gedrag of in de mentaliteit, dat ze dan gelijk naar een BVO. Vergeet het. Ja. Absoluut onhaalbaar. Ja, ik ben het daarmee eens. Ja. Ja, je hoeft het daar niet mee eens te zijn, want dat zijn feiten. En daar kun je niet omheen. Ja, maar dat is als je die mensen ziet en ze ziet ze dan trainen bij een BVO, ja, dan hoef je geen schriftgeleerde te zijn en geen raketgeleerde te zijn. Dan zie je gelijk al van, ja jongens, wat zijn we nou aan het doen? Ja. En ik bedoel de instelling en van het chauvinisme van de amateurs wel, maar... Het is ook goed dat ze er zijn, maar de realiteit is totaal anders. Is er wat mis met het amateurvoetbal in Noord-Limburg? Ja, natuurlijk. Ja, het gaat helemaal naar de knoppen toe. Het wordt steeds slechter. Hoe moet dat anders dan? Ja, dat is een goede vraag. Daar ben ik niet voor om dat te bepalen, maar ik zeg alleen, ik constateer. Zou er iets voor je zijn dan? Nee, absoluut niet. Mijn leeftijd niet meer. Ik bedoel, maar het is wel iets wat jammer is voor het voetbal. Kijk, het is heel makkelijk, en je mag niet meer praten over vroeger, maar vroeger toen gebeurde er meer met de jeugd in het voetbal. Ja. We zaten altijd te voetballen. En nu zitten ze altijd achter de iPad en weet ik wat ze allemaal doen, maar niet meer voetballen. Ja. En ze gaan een verplichte trainingen bij hun clubje, dat is 1 of 2 keer in de week, en dan denken ze dat het gehad is. Nee, 6, 7 dagen in de week was dat altijd. En daar komen voetballers uit. Ja, niet van 1 keer in de week. Ja, we hebben die discussie hier vaker aan tafel gevoerd. En wat ook gezegd werd, van je moet minder clubs hebben, maar dan wel grote verenigingen. Pak weg 1 vereniging of 2 verenigingen in Venlo, 1 vereniging in Tegelen, 1 vereniging in Blerik. Ja. Waardoor je robuustere clubs krijgt en veel meer geld of tijd en aandacht kunt schenken aan amateurvoetbal. Zou dat niet beter zijn? Het zou denk ik wel bevorderen. Mindere clubs, als dat er 1 moet zijn, dat wil ik betwijfelen. Ja, maar er moeten mindere clubs komen. Het is veel te veel verspreid. Maar ja, de mensen willen graag allemaal in het eerste elftal, die nog spelen, in het eerste elftal spelen. Ja. En dat is het probleem. Als ze dat dadelijk niet maken, die ook nog af. Dan hou je helemaal een flikker omhoog. Ja. En dat is een groot probleem. Dus het voetbal is niet meer aantrekkelijk bij de jeugd.
Er zijn te veel andere activiteiten waar ze zich mee bezighouden. En voetballen is daar eigenlijk staat niet meer vooraan op dat nummer 1. Ja. Dat is jammer. Maar hoe je dat kunt veranderen, ja, dan zul je heel veel dingen moeten veranderen. Zul je op de basisschool mee moeten beginnen. Half uurtje per dag, plaats van gymnastiek voetballen. Voor de voetballers. Voetballetje begint dan met die wat vroeger had je schoolelft al in onze tijd. Je schoolelft tegen elkaar spelen. Ja. Precies niet meer. Waarom niet? Dat is toch voetballers? Dat is toch voetballen? Ja. Op je woensdagmiddag als ze vrij zijn. Regel dan op die school. Ben daar actief in. Maar die iPad allemaal, hè? Die zijn met de iPad spelen. Ja, ja. Dat kunnen we niet meer winnen op het veld. Nu heb je het over schoolelftal, hè? Ja. Treft Feyenoord vanavond een schoolelftal? Nee, zeker niet. Hoe durf je dat nou te zeggen? We zijn geen schoolelftal. We zijn Nee, maar moet die vergelijking zo... Nee, absoluut niet. Is het kansloos vanavond? Nee, helemaal niet. Waarom is het nooit kansloos? Ik hoor het links en rechts. Ja, maar dat mag alles wat ze zeggen, dat mag ook gezegd worden. Maar het is natuurlijk niet zo. We hebben gezien dat VVV een elftal kan zijn wat iedere club in de Eredivisie het erg moeilijk kan maken. Dat hebben we gezien. En dat het even wat mis is nu, dat het niet loopt, dat is te begrijpen. Dat komt altijd in het voetbal voor. Maar je ziet dat VVV de kracht en de macht en de talenten heeft, waar je dus zeker iets mee kunt presteren. En dan wil je zeggen dat je vanavond tegen Feyenoord iets moet presteren, maar NAC helpt toch ook succes bij Feyenoord? Waarom kan VVV dat niet? Hey, dat is ook wel een beetje dik overdreven wat ik zeg. Precies. Ik overdrijf om te zeggen van nou, we hebben een elftal wat niemand verwacht had dat we dat gekregen hebben. We spelen een spel wat niemand verwacht had dat we dat zouden kunnen spelen. Mm-hmm. We hebben punten gehaald in een positief gedeelte, waardoor iedereen in het elftal top was. En dan heb je een paar die even terugzakken en dan krijg je een dipje. Maar dan komen we uit hoor, maak je geen zorgen. Waar ik op doel eigenlijk is dat Maurice Stijn donderdag anders getraind heeft. Dat hij wat behoudender is, wat ik begreep in een 1-5-3-2 formatie met Van Brugge voor de verdediging. Daar bedoel ik mee van, het lijkt wel of er toch wel een bepaalde angst in zit. Die tegen PSV en Ajax niet was, want tegen PSV speelde die tenminste als dat gaat gebeuren vanavond. Ik begreep ook dat het niet zo goed liep, dat systeem. Ja, maar tegen PSV speel je thuis. En tegen Feyenoord speel je uit. Ja. Je speelt niet tegen Feyenoord uit, maar je speelt tegen het publiek uit. Ja. Kijk, als Feyenoord binnen een half uur geen goal maakt, dan wordt het daar moeilijk. Dan krijgen de spelers het moeilijk. Gaat er wat fouten, worden ze uitgejouwd. Dat speelt in daarop. Zolang als je de nul kunt houden, sta je sterk. En heb je kans om eens een keer die sporadische kans die je dan krijgt, dat je kunt scoren. En als je één keer scoort, dan sta je dan verrekkers goed op in Feyenoord stadion. Want het publiek gaat dan heel gedeeltelijk ook nog achter je staan als je wat passeert. Fijn is natuurlijk niet in de beste... Juist. Dus waarom zou je daar met alles naar voren toe rennen en dan laat gaan en dan geen Feyenoord de mogelijkheden op de... Ja, dan nee. Ik vind het schitterend dat hij dat zo bedacht heeft. Wat ik net zei, dat 1-5-3-2. Ja. Maar zal dat... En hoe zit dan? Nee, maar als ze maar zo spelen, dan met twee spitsen op de training zien, dan met vier achter, middenveld vier, of prima. Laat Feyenoord maar komen, want die moeten. Zeker maar dat doet VVV in principe altijd dit seizoen. Ja, natuurlijk. Maar nou nog, met nadruk nog. Dat is nog. Prima. Natuurlijk is dat prima. Nee, dus maar hij doet dat VVV dan. Is het sterkste als ze dus in die situatie spelen en dan maar snelle koud. Maar hij heeft nog nooit met vijf verdedigers gespeeld. Nee. Dat bedoel ik. Ja, nou, en dat mag een keer. Hij denkt met zes, want Van Brugge is gewoon een verdediger. Ja, maar hij speelt op middenveld, denk ik. Ja, die zal met naar achter spelen. Ja, goed, hij speelt. Ja, dus dan zal hij dus 4-4 of 5-3, 8. Ja, goed, Van Brugge is de voorste. Wat ik begreep was dat Reuzer Promes Jansen trainde als centrale verdedigers. En dat Labille en Jens Jansen op de buitenkant stonden. Ja. Dus dan staat Van Brugge ervoor, zo bedoel ik het. Ja, dat kan. Hij heeft daar meer mogelijkheden. Omdat dus Jens Jansen heeft. Hij heeft de andere Jansen. Roel Jansen. Dus hij heeft meer mogelijkheden om daar te zeggen van... Nou ja, je moet niet binnen 5 minuten meteen al achter staan. Want dat zal... Gaat VVV dus puur op de counter spelen vanavond? Als je het zo ziet, lijkt het iets verdediger. Maar het hoeft niet te zijn. Dat ligt eraan hoe snel dat je eruit komt. Dat klopt. In balbezit. En als ze dat weer doen zoals ze dat altijd gedaan hebben, dan zijn ze zo aan de andere kant. Het systeem is maar een leidraad om even aan te geven hoe precies. Want kijk, je hebt Vito van Krooij met zijn snelheid. En de onmogelijke momenten waar je niet op telt. En die komen ook in deze wedstrijd. Dat is niet onderuit te komen. Hij moet alleen in de goede doen zijn dat de jochentje het geluk heeft dat hij erin schiet. En dat doet hij morgen misschien één keer. Hopelijk voor hem. Vanavond en voor ons. Sorry. En hopelijk ook voor ons. Niet alleen voor hem, maar ook voor ons allen. Ja. Jij noemt Vito van Krooij. Eigenlijk het grootste talent van de laatste jaren. Nu hebben we er dinsdag ingetroffen. Naïm Matouch.
uit Zevenum. Zit in het schaduwteam van Nederland zelf de onder 15. En ja, we hadden het er net al over. Ik kende de Akja ook nog niet voordat hij mij vertelde hoor. Een soort van sleebeweging naar binnen naar buiten. En dan gaat hij een grote Duitse verdediger door de benen spelen. Nee, niet Frans Beckenbauer, maar gewoon een jeugdspeler van VVV. Laat u verrassen. Naïma Touch is een heel groot talent en ja, die gaat ons nu vertellen wat hij de laatste allemaal mee heeft gemaakt. Want jij bent heel dicht bij een plek in het Nederlands elftal onder 15, hè? Ja, ik zit nu bij de schaduwselectie. Als er iemand geblesseerd raakt van het Nederlands elftal, dan mag ik inschuiven. Daar ben ik de eerste keuze voor. Kun jij er zelf nog wel doen op een training? Trainen jullie nog samen, dat je een goede sliding kan maken? Ja hoor, dat ben ik al van plan, ja. Ja, maar dat doe je denk ik niet, hè? Nee. Je gaat ons eigenlijk iets heel moois laten zien, een panna. Dat ga je doen bij een behoorlijk grote verdediger, ook een Duitse verdediger. Dus ga er maar eens naar kijken, want dat is een hele aardige beweging wat hij daar laat zien. Hier staat Naïm zijn tegenstander, David Mullers uit Heringen. David, kun jij nog voor het Nederlands elftal spelen of wordt dat toch echt die manschaft als je moet kiezen? Ja, ik denk dat moet die manschaft. Ja, ik vind ook, ja, ik wil ook voor die manschaft tweede. En ja, die Nederlands elftal, dat kan niet meer, nee. Nee, natuurlijk niet. Dat kan ik me voorstellen als je in een land woont die 4 keer wereldkampioen zijn geworden. Naïm, waarom heb jij David uitgekozen? Want dan red je het normaal niet tegen hem. Dacht je, nu kan ik een keer op de benen spelen? Ja, het is, ja, David is gewoon ja, echt een topverdediger. En ik wil hem eens een panna geven. Ja, want normaal David, dan schop jij ze denk ik 3 meter de lucht in, hè? Ja, normaal ga ik dat verdedigen. En ja, dat is too easy geweest. Maar nu, ja, ik heb het maar gelaten zo. Dat gaat, ja. Ik denk dat hier wel eens de nieuwe Niklas Süle staat, dus hou deze jongens in de gaten. Ja, daar hadden we het net over, talent of incident. Wat is een talent, Wieltheeuwen? Ja, een talent wordt heel snel beoordeeld. Als een talent rondlopen, ze doen een paar keer per wedstrijd een goede beweging of ze maken wat doelpunten die mooi zijn, dan zijn het in één keer talenten. Ja. Maar structureel zeg ik, waar baseer je een talent op? En dan zul je het heel, heel nadrukkelijk moeten volgen. Zowel op trainingen als op wedstrijden. En dan kun je dus eigenlijk een conclusie trekken. Maar om iemand te beoordelen op anderhalf uur in een wedstrijdje, en dan denk je dat, nou ja, hij doet 2 keer wat en 3 keer zie je wie, dat doet er weer wat. Maar dat is voor mij niet voldoende om te zeggen, het is een talent. Nu heb jij vroeger, voordat jij technisch manager werd, heb je veel gescout. En waarschijnlijk in je periode als technisch manager ook. Ja. Waar ik wel mee eens ben, is van op 1 wedstrijd kun je iemand niet scouten. Nee. Hoe deed jullie dat vroeger? Nou, als wij de rapporten binnenkregen van de scouts, en die waren dus positief over mensen, dan ging ik naar die trainingen kijken van die clubs. En daar vond ik altijd, de meeste dingen haalde ik daaruit om te bepalen of hij voor ons geschikt was, ja of nee. En natuurlijk maak je daar fouten in, dat kun je niet voorkomen. Maar van de andere kant zie je op de training hoe iemand zich gedraagt. Want training is lang, dus ook bij betaalde BVO's. Als je daar gaat zien hoe ze zich dragen ten opzichte van anderen, wat zijn mentaliteit is, wat zijn karakter is. Maar een wedstrijd, dat is een momentopname van 1,5 uur. En daar moet je iemand op beoordelen. Hoe zit hij in elkaar die dag? Heeft hij pech gehad thuis? Heeft hij een slechte dag? Lukt het hem niet? En dan is het niks. Dat kan niet. Wordt er zo nog gescout bij VVV? Ik kan het niet beoordelen, maar ik denk dat ze er absoluut heel veel aandacht aan besteden. Zeker Stan. Er is niet zoveel weg. Is Stan Valles niet vooral de man van het netwerk en bijvoorbeeld Jai Driessen en Maurice Stijn meer die naar de spelers kijken?
Ja, ik denk dat ze dat met z'n drieën doen. Ja, maar als ik een beetje wat ik vernomen heb, is dat dat vooral Stan, dat is een enorme netwerk, ja. De contacten heeft. En ja. dat Maurice en jij vooral die spelers bekijken. Bijvoorbeeld Seuntjes is op aanraden van Jai Driessen. Ja, dat kan. Ik bedoel, iedereen, ik denk ook dat er spelers rondlopen die aangedragen zijn door de scouts. Mm-hmm. Maar dat kind, dat weet ik niet. Wie zijn de scouts eigenlijk in de VVV? Dat weet ik ook niet. Ik weet niet wie dat precies. Nee, ik weet niet precies wie de scout. Dat wil ik ook niet weten, want het is hun verantwoordelijkheid. Speelt Jan Snoerkij daar ook nog een rol in? Want dat lijkt me ook wel iemand. Lijkt mij niet. Nee? Nee. Ik hoorde van wel. Ja, dat zou best kunnen. Nou, als jij dat dan zegt, dat is nee, dan... ik hoorde van wel. Ja, nee, maar dat kan. Dat kan. Ik weet het niet. Ik heb Jan daar nooit naar gevraagd en dat doe ik ook niet. Nee. Ik vind dat zijn dingen, dat ga ik niet vragen. Jos, doe je wat voor de club? Dan zou ik eerst bij de club gaan vragen. Waarom doet Snoerkij iets voor de club? Maar ik heb daar geen... ik kan daar geen antwoord op. Ik weet het ook niet, moet ik eerlijk zeggen, wie er precies scout. Of is het gewoon een soort beroepsgeheim wat je hebt? Nou? Nee, helemaal niet. Ik heb geen beroepsgeheim. Ik heb geen geheim van niemand. Maar er zijn dingen die ik dus niet zeg of niet beantwoord. Maar van de andere kant zeg ik, ja, ik weet dat er een aantal jongens uit het verleden wel eens gevraagd worden om daar en daar gaan te kijken in welke streek dat ze wonen. Maar dat is een zaak van stand. Dan ga ik ben niet, nee, interesseert me niet. Even terug op die talenten, hè. Ja. Die stap van de Eredivisie. Van de jeugdopleiding naar de Eredivisie is enorm. Maar dan moeten we toch ook kijken van, dat heeft ook met de structuur van de club te maken. Kijk, je kunt niet in één keer opleiden voor de Eredivisie. Kijk, AZ heeft daar bijvoorbeeld jarenlang over gedaan. Ja. Die kunnen dat nu wel. Als je naar de jeugdopleiding van VVV zou kijken, hoe zou jij die dan inrichten? Ja, hoe ik ze zou inrichten, dat is heel wat anders. Maar of dat verwezenlijk is dan wat anders. Ja, maar vertel, wat zou jouw idee zijn? Nou, daarom zeg ik dus, ik heb me nooit verdiept in de jeugd. Ook nu niet bij VVV. Ik zie alleen de resultaten, die zijn niet goed. En dan zou je dus een andere structuur eens moeten gaan aanpakken. Of een andere opzet. En wat het dan ook mogen zijn. Dus je geeft het zelf aan, AZ heeft het ook zo gedaan. En die zijn er ook gekomen. Maar dat kost tijd. En daarom hebben ze nu gelukkig een technisch manager die daar... overgeven en begrip vergeven en tijd voor uittrekken, om dat eens goed op een rijtje gaan te zetten. A, is het belangrijk dat je eerste elftal functioneert, daar gaat alles om. Dat er een goede aanvoer komt en dat je continu moet blijven presteren, dat is natuurlijk heel belangrijk voor hem. Daarnaast kun je gaan kijken als technische man, hoe gaan ze dat nou eens in de toekomst doen. En daarom is het ook belangrijk dat ze dan op langere termijn blijven, om dat ook eens een keertje gaan aan te pakken. Ja. Maar je kunt niet alles tegelijk doen. Is je er al mee bezig? Ik heb het idee dat het wel door zijn hoofd speelt. Ja. Maar ik kan niet beoordelen of hij daar... Jij denkt altijd dat ik alles weet, omdat ik vaak bij Stan zit. Ja. Hè? Nee. Kijk, ik heb zelf in die situatie gezeten. En dan weet ik dat het niet leuk is om altijd vragen te stellen. Mm-hmm. Want je kunt niet altijd antwoorden zoals ze zijn. En ik laat die mensen met rust. En als ze behoefte hebben om mij iets te vragen, zal ik het altijd zeggen. Maar die mensen moet je in wezen laten. Ze hebben die verantwoordelijkheid. En als ik iets zie... Dan zal ik het best zeggen, want ik anders zou doen. Maar dat wil niet zeggen dat ze daar iets van aan moeten trekken. Hoor. En ik ben er ook niet kwaad dat ze niet zeggen. En hoeveel geen antwoord te geven wil, dat is belachelijk om te zeggen. Nee, ik vind alleen, ik zie dat spelletje graag, ik vind het fijn. Ik ken Stan van haver tot gort, ik weet wat hij kan en ik weet ook wat hij niet kan. En ja, jongen, het is schitterend. Daarom is het ook niet vreemd dat wij denken dat jij alles weet. Ik weet niet alles, ik weet verrekte veel. Ja. Maar ik ben nou eenmaal een type, ik heb in dat vak gezeten en dan weet ik wat ik moet en wat ik niet moet zeggen. Mm-hmm. En dat is niet altijd goed als ik wat zeg. Voor welke partij dan ook. En jullie hebben het recht om te vragen. Absoluut. En ik heb het recht om te zeggen van nou, dat weet ik niet. Of ik weet het wel, maar ik zeg het niet. Dat is hetzelfde. Ja, nee, maar dat heb je toch niet gezegd. Je zegt gewoon, ik weet het niet. Nee, maar sommige dingen weet ik serieus niet. Maar ik heb ook sommige dingen die ik wel weet, maar niet zeg. En dat is maar net, hoe kwalificeer ik dat naar buiten toe? De jeugdopleiding. Jij hebt in de jeugd van VVV gespeeld. Ja. Tot het tweede elftal. Ja, ik ben vanuit de Venlose Boys het eerste naar het tweede van VVV. Oké, dus eigenlijk was jij ook een... Hetzelfde verhaal wat net de tafel is gekomen. Ja, die stap gemaakt naar VVV. En dan kom je in een compleet andere wereld terecht. Qua trainingsarbeid, niveau. Voorbeeld te geven, in het begin speelden er nog drie bekerwedstrijden met de tweede. Ja, daar had ik drie gele kaarten en ik kon bij nul kon ik mijn hamstrings uit het vet laten halen. Want ja, het niveau was gewoon veel te hoog. Dus je kon het gewoon niet aan? Nee. Dat is mooi dat een keer iemand dat zegt, want dat is altijd van ja, maar en dit. Ja, maar daarom kijken ook de mensen die de amateurwedstrijden gaan kijken, kijken daar te makkelijk tegenaan. En ze moeten reëel zijn. Je moet eens gaan kijken naar de intensiteit van een BVO, wat die er allemaal voor moet doen.
Je moet eens een dag volgen wat die mensen dus moeten doen. Je ziet sommige mensen die zien het alleen wat ze buiten op het veld doen, maar daarbuiten wat ze moeten doen. En krachttraining en besprekingen en analyseren en bespreken met elkaar. Ja, wat daar allemaal bij komt, als je dat ziet, ja, dat is gigantisch. Ja, ik hoor het vaak van spelers, wat ze doen en wat er allemaal voor gelaten moet worden. Maar ja. Bijvoorbeeld toen Mink Peters bijvoorbeeld, die was ook op zijn vrije dag met Arno Artsen, is die in Groesbeek bij Gilles, is die individueel gaan trainen. Ja. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want hij was bang dat hij niet bij de selectie zou zitten. Maar gisteren schijnt hij geweldig getraind te hebben en eergisteren. Ja. Ja, en drie fraaie doelpunten gemaakt en zit gewoon bij de selectie. Dus ja... Iedereen zegt ook van een talent van Real Madrid, en dat heb ik zelf ook gezegd, van heeft het niet goed gedaan. Maar misschien moet je zo'n jongen ook even de tijd geven, acclimatiseren. Want hij komt natuurlijk wel van Beverly Hills naar de Knoeport, laat ik het zo even zeggen. Ja, goed, dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar... Maar als je dat een voetballer uitdrukt, die jongen die komt van alleen maar van een club waar ze alleen maar gevoetbald hebben. Ja, en vooruit spelen. En alleen maar leuke dingen. Ja. Echt het voetballen. Die jongens worden dan losgelaten en die spelen een spelletje. Die laten hun kwaliteiten zien. En dat die jongen kwaliteiten heeft, dat staat buiten kijf, dat heeft hij gewoon. En hij kan ook wel wat. Mm-hmm. Maar voetballen, als je hier moet voetballen in Venlo bij VVV, dan moet je zowel vooruit als achteruit actief zijn. En dat is niet. En dat hoort erbij bij dit team. Je hebt niet een team waar je er één kunt zeggen, nou, balverlies, hij knapt het voor me op. Je moet dat allemaal zelf doen. En dat heeft hij nog niet. Nog niet. Is er wel een talent? Ja. Ja, ja, ik vind wel. Ik vind dat aan de bal kan hij erg veel. Maar je bent van een aantal factoren bijna afhankelijk om dat eruit te halen. En hij is er niet zover. Hij heeft nooit weerstand gehad. En hier krijgt hij weerstand en zit ze hem op de flikker. Ja, zo simpel is het. Dat is knokken geblazen en dat woord kent hij niet. Dat zal hij moeten doen hier. Weerstand is belangrijk, hè? Ja, en vechten ervoor bij balverlies en hard werken. Je ziet het aan Vieter van Krooi, je moet hard werken, wil je er komen. Van weerstand weet je alles, hè? Zeker in de politiek, ja. Hè? Ja, wie daar ook mee te maken gaat krijgen is Tom Vaag. De nieuwe CDA-man, ja. Hij voetbalt niet meer, hè? Hij voetbalt niet meer, maar hij is wel lijsttrekker nummer 1. En ik heb hem afgelopen donderdag gesproken bij een job voor de intake van de week. Daar gaan we nu naar kijken. Kersverse lijsttrekker van het CDA zit naast me, Tom Vaag. Ja, tegenover me moet ik zeggen. Dankjewel. Tom, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Dit is een gigantisch mooie week voor jou, hè? Ja, een hele bijzondere week. Als lijsttrekker voorgedragen bij de ledenvergadering van het CDA. En als je dan unaniem gekozen wordt, dan geeft dat een enorme boost. En dan ga je met heel veel vertrouwen de toekomst tegemoet. Absoluut. Ja, fantastisch. Dankjewel. Maar er is meer dan politiek in jouw leven. Wat doe jij naast jouw politieke activiteiten? Ik ben op dit moment docent. Ik ben maatschappijleraar op het Blare Jacob College. En daarnaast werk ik nog bij een huiswerkbedrijfje. Wij begeleiden leerlingen extra met het maken, plannen van huiswerk. Ja, en verder doe ik vrijwilligerswerk bij Ivo. Ja, dat is jouw club. Want jullie hebben ook onlangs een mooi jaarboek geschreven, hè? Ja, de club bestaat dit jaar 100 jaar. En wij hebben daar met een commissie van 5 man, hebben wij 1,5 jaar gewerkt aan een 100 jaar Ivo-boek. En dat is 1 december komt dat uit. Dus dat is prima. Fantastisch. Wat gaat er voor jou allemaal veranderen, nu je benoemd bent tot de grote man van CDA Venlo? De komende weken en maanden ben je heel veel tijd kwijt met het verkiezingsprogramma, met het samenstellen van de lijst en daarna met de verkiezingen zelf. Hè? Dus campagne voeren, debatten voeren en dan zal ik zelf daarna wat nadrukkelijker op de voorgrond moeten treden. Oké, maar kun je al aangeven wat voor plannen je hebt met de partij?
Ja, we beginnen eigenlijk volgende maand al. Wij hebben afgelopen week met de begroting hebben wij te kennen gegeven dat wij eigenlijk een herziening van het spoorbeleid willen in Venlo. Wij hebben de gedachte, of we hebben het gevoel, dat we in Venlo een spoorbeleid hanteren dat eigenlijk ten koste gaat van de soevereiniteit van verenigingen. Met andere woorden, op het moment dat een vereniging dit doet, nou, dan ondersteunt de gemeente dat. Om een vereniging dat op het moment dat een vereniging weer iets anders doen, hè, met betrekking tot samenwerking of iets dergelijks, gaat er ook een deur open van de gemeente. En ik wil daar eens kritisch naar kijken of dat wel het juiste beleid is wat wij moeten willen hier in de gemeente. Het spoorbeleid. Het spoorbeleid. Ja, ja. Daar beginnen we volgende maand mee. En als ik dan zeg, in de politiek wordt meer gepraat dan uitgevoerd, dan zegt Tom Verhaag? Dat is niet zo. Nee, absoluut niet. Er wordt heel veel gesproken en ik zal je eerlijk vertellen, er zijn vergaderingen bij. Dan heb je 3 uur gezeten en dan denk je van wat is er daadwerkelijk gezegd. Maar het is goed om op die manier besluiten te nemen voor de gemeente. Want ja, je moet alles gewoon goed overwegen. Elke partij moet zijn zegje kunnen doen. Ja, en dan maak je een besluit. En dan is het zo dat een college, dus de wethouders en de burgemeester, gewoon ja, snel aan de slag moeten. En ook dat proces, dat ze snel en tijdig en degelijk en goed hun werk doen. Ja, ook dat moeten wij als raad bewaken. Ik heb het net al met je gehad over Ivo. Hè? Ja. Dat is je andere passie, hè? Naast de politiek, het voetbal. Absoluut. Maar ik zag je afgelopen, want ja, je hebt jaren in het eerste van Ivo gespeeld. Jaren, zeg ik goed? Of, Ja, ik ben precies 10 jaar selectiespeler geweest. En daarvoor in de A deed ik al vaker mee met het tweede, maar ook wel eens met het eerste. Mm-hmm. En in mijn eerste jaar heb ik vooral bij het tweede doorgebracht. Eigenlijk heel lang een 13e, 14e man geweest. Dus 's morgens met het tweede mee. En dan aansluiten bij het eerste. Die rol heb ik de eerste jaren heel erg veel gehad. Mm-hmm. Maar de laatste jaren, de laatste 5, 6 jaar, eigenlijk vanaf Rob Jacobs, heb ik vrijwel de hele tijd bij het, in het eerste gespeeld. Nu was ik zondag bij Ivo, tegen Panningen. Maar ja. Ik zag je niet. Wat scheelt eraan? Ja, ik mag niet meer helaas. Ik heb ze hebben een blessure geconstateerd die in mijn linkerheup. Ja, die is gewoon helemaal versleten. En, je bent ook linksbenig, hè? Nee, ik ben eigenlijk allebei. Oké, okay, ja. Eigenlijk allebei. Ja, nu klink ik heel goed, maar dat valt allemaal wel mee. Nee, ik heb jarenlang pijn aan mijn lies gehad. En uiteindelijk in de medische molen gegaan. En daar kwam dus echt uit dat, ook naar second opinion, ja, dat het echt het enige advies is, niet voetballen, maar ook niet tennissen. Geen balsport waarbij je snel moet draaien. Dus helaas zelf nooit meer op het voetbalveld te zien. Okay. Maar wel rondom. Ja, nu ga ik jou iets vragen en ben ik wel benieuwd wat je daarop kan antwoorden. Ivo of CDA? Allebei, ja, zou ik zeggen. Anders Ivo. Waarom? Omdat een voetbalclub of een sportclub aan zich en andere verenigingen, dat is voor mij de samenleving. En ik vind dat een vereniging, ook als Ivo, daar leer je zoveel. Ik heb ooit een interview gezegd in de krant, en dat is ook het hoofd van het artikel geworden. Ja, ja. Zonder Ivo geen raadslid, en dat klopt. Zonder dat ik, als ik niet bij Ivo rond had gelopen... Artikel van Sven Poels, volgens mij. Sven Poels heeft dat. Ja, en waarom zeg ik dat? Omdat een vereniging is een samenleving in het klein. Hè? Je leert daar met oudere mensen omgaan, je leert verantwoordelijkheid nemen. Je leert jeugd trainen, je leert vrijwilligerswerk doen. En dat is een samenleving in het klein, zoals die eruit zou moeten zien, in mijn beleving. En voor mij, ik zit bij het CDA, omdat ik vind dat het CDA daaruit voortvloeit. Die idealen moeten wij ook als CDA continu bewaken. Zit hier een toekomstig minister-president? Nee, dat denk ik niet. Ambieer je dat niet? Nee, ik zal je heel eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk heel spontaan gemeenteraadslid geworden. Daar ben ik voor gevraagd. Omdat daar twee mensen uit Velden die vielen weg. En nu ben ik door bestuur gevraagd om lijsttrekker te worden. En ik heb zoiets van, wat ik nu doe, wil ik goed doen. Hè? En ik zie wel. En ik ga dat nu in mijn rol als lijsttrekker doen. En wat het over 4, 5, 6, 10 jaar is, ik heb echt geen idee. Laten we 1 ding afspreken. Over 5 jaar zit jij in Den Haag. Dat denk ik niet. Over 10? Denk ik ook niet. Nee? Denk ik niet, nee. Maar zou je het willen? Ik vind het een hele lastige vraag. Ik zou, als ik bijvoorbeeld ooit voor de Tweede Kamer zou willen gaan, wil ik daar wel iets toevoegen. Ik ga daar niet zitten te doen.
En vanuit die optiek zou ik misschien me liever in een rol binnen de Venlose politiek zien. Goed, zeg nooit nooit natuurlijk. Heb ik met Jerry Hendricks en met de Mario Petersje Vogels iets afgesproken. Maar wat kunnen wij afspreken dan? Dat ik over 15 jaar nog altijd bij Ivo ben. Oké. Okay. Dankjewel. Tot de volgende week. Als ik zie wat de trailer. Ja, we zijn gewoon lekker door aan het praten, hè, over van alles en nog wat. Dat is veel beter dan dat. Trouwens Bjorn niet, die zegt gewoon alles in de uitzending. Maar jij je praat meer als er niet uitgezonden wordt, als dat er wel uitgezonden wordt. Ja, maar wat Tom allemaal zegt, dat is allemaal niks. Nee? Nee. Ben je geen fan van Tom Vaak? Moet ik hem even afzeiken, zei je net. Tom is een goede kerel. Ja? Doet ook goed te werken in de raad, ja. Okay. Hij is alleen een vervelde, ja goed, dat is. Ja, maar ik ga van hoop leren weer, want anders denkt Tim, waarom ben ik gekomen? HBSV Meren Velde, ja morgen, ik heb 0-3 gezegd. Wat zeg jij dan? Ja, nee, ik hoop het niet. Nee, dat hoop ik dan niet. Dan ziet het zondag eruit. Het loopt niet zo lekker. Nee, het loopt nog niet echt lekker. Hoe komt dat? Er zijn wel een paar in en dan ga je naar de blessures kijken in de voorbereiding, waar toch wel beslissende spelers heel even wegvallen. Marwan Naumauki. En Gijs Peters. Maar ook jongens die er weer terug bij zijn gekomen. Die nog niet fit aan het seizoen zijn begonnen. Ik ken Leemans die erbij is gekomen. Maar die ook een tijdje niet gespeeld heeft. Roy Heze. Toch anderhalf jaar niet gespeeld. En die is nu teruggekomen. Dus dat heeft zijn tijd nodig. En ja, je bent met een beperkte groep. Dus ze spelen wel. Maar je merkt gewoon dat ze conditioneel nog niet aan de top zitten van hun kunnen. Heeft Ken Leemans nog het niveau om in zoverre zelf te spelen, denk je? Nee. Nee? Nee. Ken Leemans, ik denk dat iedereen ook kent van VVV, was een dienende speler. Keihard werken. Ja, maar ik heb ook dienende wij hebben ook dienende spelers nodig in het zelf. Ja, maar dienende spelers die dan ook nog een bepaalde voetbal in zich hebben. Dus als ik kijk naar een Robbo Willemsen, die ook een beetje in hetzelfde schuitje zie. Maar dan ook voetballend toch wat meer kan brengen dan Ken, denk ik wel. Ken heeft ook een Belgisch paspoort. Ja, maar Ken niet. Hij woont in Oblerik. Nee, maar ik denk dat de kennis is 34 volgens mij. Maar er zijn er meerdere. Ik hoor ook de naam van Ami nog voorbij komen. Vind ik niet dat die op dit moment in een Venlo's 11 tot thuis tweede klasse, ik heb hem pas gezien. Ja, dat is leuk. Dus iedereen die in tweede klasse speelt, die zetten we in een Venlo's 11. Dus Roy Gerards wel en Ami niet? Nee, maar ik zeg, er zijn in lagere teams... of in lagere klasses. Er zijn betere voetballers, alleen die gaan niet bij elkaar voetballen. Ja, je vergeet, lagere niveaus zijn betere. Op hoger niveau zijn dat dus niet. Dus dat kun je niet vergelijken. Ja. Als je Ken Leemans in een vierde klasse zou zijn, een vijfde klasse, dan speelt hij misschien de sterren van de hemel. En dan doet hij andere dingen, als hij dat niet doet. Maar, we hebben het over van, tweede klasse is bijna het hoogste in deze regio. Hè? Dus ik bedoel, we hebben niet veel. Nee, ja, klopt. Dus daarom zeg ik van, kijk, Ami doet het goed in de tweede klasse. Ja, met de spelers om zich heen. Dus nee, maar Ami kijk, als wij hier, zoals we hier nu zitten, nog een beetje gaan trainen en we hebben 10 goede voetballers om ons heen, dan kunnen wij ook nog wel een paar wedstrijdjes mee in een elftal. Geen heel seizoen, maar we kunnen daar wel in mee. Maar je moet ook bepalende spelers hebben die er bovenuit steken. Zeker in een Venlo's elftal op die positie waar jullie ze voor in willen zetten. En dan moet je gewoon een goede linksback hebben, een goede rechtsback, een goede mid-mid. Ja, Charles Boots, ja, die speelt gewoon op 10 normaal gesproken in een Venlo's elftal. Dat is duidelijk. Maar die heeft zoveel kwaliteiten, die jongen. Zet die in een nog beter elftal, dan zal hij nog meer excelleren. Maar op dit moment stokt dat, omdat hij met mindere spelers dan hemzelf speelt. Blijft hij op dit niveau, maar zet hem hoger neer. En dat is een uitzondering. En dat is ook wat de heer Theo zei. Er zijn uitzonderingen. En ja, die spelen dan is Charles Boots zo'n grote uitzondering volgens jou dan? In het Venlo's wel. In het Venlo's gebeuren is dat een van de betere spelers. Dat klopt. En er zijn er nog een paar uitgewaaid natuurlijk. Naar links en rechts, naar EVV. Een Poolman die het daar schijnbaar heel goed doet. Maar als je naar Rick Verbeek bijvoorbeeld kijkt, die moet je met Charles Boots vergelijken. Ja. Ik denk dat Charles Boots zijn schoenen nog niet mag strekken. Ja, weet ik niet. Ik ken Rick Verbeek, Ken Leemans heeft daarmee gespeeld, moet een heel goede voetballer zijn. Speelt nu ook vierde klas, ja, of derde klas dan, bij Ivo. Vorig jaar de treffers nog, speelde die... Juist. Ja, nee, maar daarom is het lastig om te zeggen van, ja, in het Venlo's 11 te horen alleen maar de jongens die nu eerste klas en tweede klas spelen. Want daar ga je de namen, Rick Bottenberg werd hier genoemd. Op een gegeven moment, volgens mij, door Tom van Bergen. Ja, die speelt dan vierde klasse. Ja. Nee?
Ja, zet hij misschien in een hoger niveau, dan kan hij mee. Ik ben het ook mee eens dat hij niet in een film zelf al thuis wordt. Maar het is niet voetballen dat... kan die jongen wel. Ja, maar het is natuurlijk niet dat alleen de tweede klassers een Vellus elftal kunnen bevorderen. Maar dat is ook weer uitzonderingen bevestigen de regel. Tuurlijk. Maar we kennen heel veel spelers niet. Ja, ik zeg altijd stevast Frank Dekker, anders zeg iedereen die is te dik. Maar die kan geweldig keepen. Ja, dat hij te dik is, dat weet iedereen. Maar dat weet Frank zelf ook. Maar die houdt wel alle ballen tegen. Ik zou hem graag... we moeten vanmiddag met de veteranen van Vellense Boys tegen Renen. Ja, ik ga Frank nog even bellen, denk ik. Ja, maar als je Frank... ik bedoel, die heeft zoveel cruciale reddingen gehad. Ook in de promotie. Tuurlijk. Dan heeft iedereen... Want volgens mij was Piet Schrijvers ook niet de dunste, hè, Wiel? Nee, tuurlijk niet. Nee. Die hebben al een voordeel dat ze dik zijn. Ja, ik heb de laatste keer op televisie gezien. Met die bekerwedstrijd. Die Roen Vroeven. Ja. Ja, maar die jongen kon ook goed keepen. Ik heb hem heel dichtbij meegemaakt bij Volendam. En dan zat iedereen over te zeiken. En hij vond het vooral vervelend altijd voor zijn familie. Maar hij was ook gewoon een goede keeper van de Jupiler. Ja, maar keeper moet ballen tegenhouden. En voor de rest, hoe die eruit ziet, ja, dat maakt me niet zo heel veel. Wij zijn toch ook allemaal niet moeders mooiste. Spreek voor jezelf. Ja, sorry. Oké, excuses. Maar Tim, je hebt wel een heel goed punt. En dat is ook een punt om na te denken. En vooral fijn als je mee zou denken. Maar ik denk dat we Ken Leemans dan gewoon teammanager maken van Venlo zelf al. Dat wil hij ook. Ik heb het er wel eens met hem. Wil je trainerscarrière? Nee, hij ambieert zelf te maken. Ja, maar bijvoorbeeld, dat wil hij dus als teammanager. Dat wil hij dus zo meteen ook hopelijk naar VVV toe. Of naar een andere betaalvoetbal. Ja. En hij wil gewoon weer een betaalvoetbal in. En een teammanager, is hij natuurlijk uitermate geschikt. Ja, dat is... Hij kan ook altijd chauffeur zijn, dat hij die jongens wegbrengt. Dat kunnen we beter, dat doe je ook bij het SCB-toernooi, hè? Met zo'n busje. jij bent chauffeur. Ja, oké. Ja? Ah, maar goed, dan zit ik er wel bij. Ja, even terug op Ken, teammanager. We moeten nog een trainer hebben voor het Venlo zelf dan. Wie zou uitermate geschikt zijn? Iedereen zegt Jai Driessen, maar Jai Driessen zit bij VVV, is betaald voetbal. We moeten gewoon een amateurtrainer. Misschien is Tim Labber wel een ideale trainer voor dat. Waarom niet? Ik heb Tim als trainer hoog zitten. Ja, hij moet wel eens een UEFA-diploma nog gaan halen. Ja, dat zal niet snel gebeuren. Nee, dat kost 20.000 geloof ik. Nee, maar buiten dat. Dan komt het nieuwtje vandaag voor in dit programma. Maar ik stop helemaal als trainer. Na dit seizoen. Oké. Ja, maar dan kun je dit nog afmaken. Ja, maak dit seizoen nog wel af en dan kom je nog één keer. Ja, opstap je dan? Nee, maatschappelijk een aanbieding op het werk gekregen. Waar we een aantal filialen gaan openen door het land. En de keuze moeten maken tussen drie dingen. En dat is het gezin. Mijn werk. Hopelijk. Ja, die staat op één. En dan mijn werk en dan het voetballen. Ja. En daar moet ik een keuze maken. Ja, en ik krijg een kans met mijn MAVO-achtergrond om zo meteen een bedrijf te gaan leiden. Ja, dan is die keuze... Gefeliciteerd. Dankjewel, maar wel dubbel. Want, ik vind het jammer. Je weet zelf ook hoe het gaat en hoe ik zelf ben als trainer. Dus het is een dubbel gevoel, maar die kans die kan ik niet laten liggen. Wie moet je opvolger worden dan? Er gaan een aantal namen gaan in de ronde. Dus een Roy Schijven hoor ik. Een Roel Sloezen die waarschijnlijk vrijkomt. Ja, maar die stopt er ook mee. Ik weet niet als je helemaal stopt. Ja. Als je helemaal stopt, dan is dat Leon Daams, hoor ik. Rob Geene die nu bij Balu zit. Ja, dat zijn een paar namen. Ja. Maar binnen de club loopt er ook al iemand rond. Erik Verschuren. En die heb ik ook bij de club neergelegd. Van denk daar ook eens aan. Erik heeft even het probleem dat hij een naam heeft van vroeger, maar niemand kent Erik Verschuren. Ja. Goed, ik heb hem zelf... Kijk hem wel. zeker maar. Ja. Kijk, maar betekent dat iets als je dat zegt? Ik kan daar niks over zeggen, wordt gelijk gezegd van dat is niet objectief. Ja, ik heb daar een vraag. Nee, maar ik kan dat best objectief. Hij doet nu bij de jeugd, bij HBSV best veel. Er zijn in het verleden natuurlijk, iedereen kent Erik, alleen niemand kent Erik echt goed als trainer zijn. En, je hoort heel veel verhalen van buiten het voetbal, maar als het voetbal gerelateerd is, heeft Erik Verschuren een van de beste oefenstoffen en de beste trainingen. Ja, en daar gaat het zich om. Ja, iedereen wordt ouder en iedereen leert bij. En Erik Verschuren precies hetzelfde. Dus dat is ook zeker een optie voor HBSV. Ja, maar wat je ziet in het amateurvoetbal, dat wordt natuurlijk door emotie geregeerd. Ja, maar ook van vroeger. Als die dingen die gebeuren buiten de dingen, als je die buiten op het veld, als je die kunt beheersen en in de hand kunt houden, dan is dat allemaal geen probleem. Vergelijk dat even, als je dat zo vertelt, vergelijk dat even met vroeger met Henk Raaier. Ik heb nog nooit een betere trainer op het veld gezien als Henk Raaier.
Maar op het moment dat hij de trap op me kwam naar boven toe en hij had zijn jekkie uit en dat was de Henk Rijer, ja, dan was hij gericht weer te schieten. Ja, dat klopt. Ja, ik moet wel heel eventjes... Ja, maar dat bedoel ik te zeggen. Hè? Nee, maar in vergelijking... Op het veld, wat hij zag en wat hij deed, jongen, die had oefenstof, dat was echt geweldig. Ja, Erik heeft er ook veel van geleerd. Ja. Alleen, waar bij Erik om gaat, is dat niet dat het bij Erik drang en vrouw is. Maar Erik was natuurlijk altijd... Dat zijn jouw woorden, jij bent ook niet gebruikt bij Erik, hè? Nee, weet ik Artikel over scheidsrechters in de krant, wat niet handig was van een bepaalde uitspraak die hij gedaan heeft. Daar is het vooral waar Erik op afge... Ja, maar Cassim, we hebben het over 10, 15 jaar geleden. Ja, we hebben het over. Ja. Ik hoop dat HBSV daar de beste trainer er neerzet. Ja. Ja, en dan denk ik dat je in die categorie, met name die we net... Roy Scheven bij Blerik is natuurlijk is echt triest. Zeker als beginner. Dat is echt jammer. Dus dan hoop ik dat zo'n jongen zo meteen, of bij Blerik, dat omhoog komt. Of een andere club waar hij echt kan werken met een sterke groep. Ja. Ja, goed. Ja, ik vind even terug naar jou. Ja, jammer dat je het voetbal gaat verlaten. Maar ik kan toch nog wel trainer zijn met het veld zelf. Absoluut. Ik denk zelfs dat dat nu een hele goede is, omdat hij vrij is. We gaan eens toch eens even naar de toto kijken. Hebben wij dus de stand in beeld van de toto? Hebben we de bestand of gaan we de bestand? Nee, eerst de stand. Ik moet eerst de stand even zien. We staan erop, hè? Ja, dat weet ik, maar je zou de stand even in beeld laten. Staat erop. Oké, dan kunnen we naar Hai Jansen. Heb je Hai Jansen in beeld? Nee, maar je hebt daar de punten staan. Hè? Ja, Hai Jansen, ik ga even naar de laagste toe. Jij staat er boven mij, dacht ik. Marco Kusters heeft 40 punten. Moet ik alle uitslagen op gaan noemen of hebben we het in beeld? Hebben we een beeld, top. Marco Kusters heeft 40 punten. Dan komt Jules zelf, onze regisseur, die u net hoorde. Die 45 punten. Ja, die laat Feyenoord met 7-0 van VVV winnen. Maar hij is zwaar Feyenoord fan, dus... Als dat... Kunnen we het programma beëindigen? Ja, nee, maar we gaan het zo beëindigen, ja, want het gaat echt nergens over. Joep heeft 47 punten. Maar dat is spannend onderin. Ik ken Joep trouwens. Is dat... Oh, Joep Benders. Oh ja. Maar het is wel spannend onderin. Ja, zitten we dicht bij elkaar. Is Joep hamburgers aan bakken? Money burgers. Ik dacht eerst dat Joep op de Noordpool zat, maar hij is gewoon bij de Urban Food Gallery. Dan kun je trouwens hele lekkere hamburgers of frikandellen krijgen. Ja. En wat nog meer, Jules? Alles wat je lekker vindt, saté, zuur vlees. Oké, ja, is goed. Zuur vlees. Ja, zuur vlees, ja. Ja. Bijzondere uitslagen bij Joep? Nee. Ja, Jansen, dat noem ik wel eventjes. HBSV Meerveldje 1-1. Meerveldje Oostrum 0-3. Zuster Venice Boys 1-1. Feyenoord weer met 4-0 van VVV, zegt Jansen. En Hertha gaat onderuit tegen zijn Klabak. Dan kom ik zelf. Ik sta met 63 punten bovenaan. Dan weten jullie dat ook allemaal. Ja. Ja. HBSV Meerveldia 0-3. Belveldia Oostrum 0-2. Zuster Venice Boys. Zonduif. Zuster weer met 2-1 vanavond. Dus misschien is er weer hoop voor je dat jullie weer eens punten pakken. Dan wordt het tijd. Feyenoord VV zegt toch een 3-0 overwinning voor Feyenoord. En Borussia Mönchengladbach wint. Ja. Berlijn. Mooi. Hai, wat ga je doen dit weekend? Vanavond VVV Feyenoord of Feyenoord VVV kijken voor de televisie. Dan heb ik een verjaardag vanavond en morgen vroeg wat golven. Ja. En dan een beetje van het weer genieten, hè, wat wandelen, wat rondkijken. Ja, lekker ijskoud. Ja. Ijskoud, ja. Tim, ja, morgen HBSV, vandaag? Vandaag zo meteen de tuinwinter klaarmaken. Oh! En dan gaan we nog voor een topper naar Tegelen. Oké. Okay. Oh ja, veteranen van de sponsoring. Ja, zeker. En Wiel? Ja, ik heb de weekend altijd mijn eigen beslommeringen, want ik heb het door de week altijd hartstikke druk. En dan moet ik toch een beetje... Nee, je zit ook nog wel bij wat verenigingen, hè? Dus, ik probeer overal mijn best te doen en daar waar het niet gaat. En dan te helpen daar waar het niet kan. Ja. En dat kost toch altijd enige tijd. En het weekend moet ik altijd zorgen dat alles thuis een beetje in orde komt. Want ik zit alleen en dan weet je dat alles hoe het eruit kan zien. Ja. Dus dan moet je altijd... bij jou wel netjes uit. Je moet zeggen dat het niet netjes uitziet, maar je moet toch een beetje de orde erin aan. En daarbij, voetballen. Vanavond de hele avond en morgen de hele dag weer. Want ik mis er geen. Oké. Is het feestje vandaag, weekend ook, in de volgende week? Wat, sorry?
Formule 1. Dat is volgende week. Hè? Volgende week. Ja. Zou ik niet weten. Volgende week. Je geeft deze maar. Nee. Ja, dus volgende week is weer Formule 1. Voor de, maar dat weten de meeste kijkers denk ik wel. Bedankt en tot volgende week.